Water speelt natuurlijk van, ook bij de, in de tijden van de linie al een hele belangrijke rol. Het was natuurlijk niet alleen een linie, maar ook water. Het inunderen van het terrein maakte daar deel van uit. Nou, het was natuurlijk vroeger een heel statisch gevecht. Tegenwoordig zijn we veel dynamischer. In het water proberen we heel vaak in ons voordeel te gebruiken. Als wij in de verdediging zitten, dus wij moeten voorkomen dat een vijand ons gebied ingaat, dan maken wij heel graag gebruik van water, bijvoorbeeld kanalen. Het is natuurlijk heel moeilijk voor een vijand om heel snel een kanaal te passeren. Ja, eventuele bruggen die erin liggen kunnen wij vernietigen om juist te voorkomen dat een vijand heel snel het kanaal overgaat. De andere kant op, als wij naar voren gaan en we moeten over een kanaal, dan hebben we dus middelen om de manoeuvre-elementen, zoals de infanterie en de cavalerie, hebben we dus middelen om het kanaal te overbruggen, zodat die eenheden over het kanaal kunnen. Ja, hier naast zit de MCB-brug. Dat is een van de bruggen die we bij de Genie nog in gebruik hebben. Een andere brug is een vouwbrug. Voor de mensen die bekend zijn in Kuik met de Vierdaagse. Nou, dan is dat de brug die we nog kunnen gebruiken. En we hebben ook het oude Bailey-materieel, wat eigenlijk nog uit de Tweede Wereldoorlog komt. Dat komen we in Afrika nog veel tegen. En dat geeft ons, biedt ons heel veel mogelijkheden om niet alleen bruggen te bouwen, maar ook pijlers en allerlei andere stallage die we af en toe nodig hebben. Dit maakt deel uit van de vouwbrug. Een vouwbrug is een systeem wat achter op een vrachtwagen ligt. De vrachtwagen komt aan bij het water, rijdt er achteruit in, laat een brugdeel laat die los en dat gaat dan in het water, klapt open en wordt opgevangen door een boot. En die brengt hem dan naar de locatie waar de brug moet komen en daar worden alle brugdelen worden gekoppeld. Die boot blijft liggen, die zorgt er ook voor om tegendruk te geven. Op het moment dat je bijvoorbeeld in een rivier aan het werk bent, dan de rivier stroomt een bepaalde kant op en dan zorgen die boten ervoor dat de brug recht blijft liggen door tegenstrooms te gaan varen tegen de brug aan om hem recht te houden, de brug. Anders komt er te veel kracht op staan. Een van onze kreten is improvise to succeed. Je komt natuurlijk op plaatsen waar je niet naar een gamma kan lopen om even iets te halen. Je moet het doen met de middelen die je hebt in elke situatie die je tegenkomt. Ja, en juist dat geeft om samen de klus te klaren. Dat maakt juist het werken bij de Genie zo heel erg mooi.